Meneer, wat is er gebeurd? Ik ben aangereden. Door wie? Door u! 15 seconden geleden! Hey, dat is waar. Alsjeblieft, roep een ziekenwagen. Oké. Een ziekenwagen. Bruh. Maar geen stress, ik ben schooldokter, dus ik heb een volledige medische kennis. Oh, mijn botten zijn gebroken. Hier is een ijszak. Dommerik. Ik heb pijn aan mijn neus. Moet ik er een zoentje opgeven? Aan mijn pips. Moet ik er een zoentje opgeven? En zo tussen mijn haarje tenen zo. Moet ik er een... Laat maar. Altijd als ik pijn heb, begin ik mij te gedragen als een hond die niet kan blaffen. Hoezo? Hoes, hoes, hoes. What the fuck? Hoe is dit ongeval zelfs kunnen gebeuren? Niet gezien. Ik was bezig op mijn telefoon. Ze gaan uw rijbewijs zo hard afpakken. Maar natuurlijk niet. Ik heb helemaal geen rijbewijs. Problematisch. Mag ik misschien een beetje water alsjeblieft? Met welke smaak? Nee, geen frisdrank. Water. Dit is gewoon water. Door deze airfles proef je smaak via geur. En? Ik ben op goddelijke wijze genezen. Oké, doei. Yeah! Erp is niet verantwoordelijk voor het genezen van botbreuken. Maar het is wel lekker, net zoals je mama.